De Crown CME Expo Indicator. Is een indicator die je van tijd tot tijd er eens bij kunt pakken om het macro sentiment van de markt te bekijken. Ik schaar hem onder de leading indicatoren, omdat het eigenlijk jou iets vertelt over de toekomst. Niet een bevestiging op het verleden zoals lagging indicatoren doen. Het is niet echt een indicator op die manier, omdat het geen berekening maakt op basis van de informatie uit de grafiek die je krijgt. Maar het is een indicator die iets weergeeft vanuit de fundamentele informatie die jij krijgt vanuit uit de markt. Nou, ik ga het je zo laten zien. De indicator die komt van de CME Group en die geeft eigenlijk het commitment weer van de Bitcoin future traders op verschillende levels. We gaan eerst eens kijken naar de website van de CME Group. Zoals je ziet is het een grote speler in de markt en bieden ze veel zaken aan om in te handelen. Daarnaast hebben ze ontzettend veel informatie, ontzettend veel data. En met die informatie maken ze onder andere een indicator zoals deze. Deze indicator is gewoon op te roepen vanuit TradingView. Als je naar TradingView gaat en je gaat naar indicatoren, dan typ je hier bovenin CME Expo. En dan komt hij hier bij te staan. Nou, bij mij staat hij hier boven ook, omdat hij bij mijn favorieten staat. Daar heb ik een sterretje voor gezet, dus dan kan ik hem makkelijk oproepen. En out of the box komt hij met die hele mooie kleurtjes, zoals je hier ziet. Nou, wat geeft deze indicator aan? Op drie levels geeft hij het commitment aan van die trader. De blauwe lijn is de institutionele handelaar. De rode lijn is de professionele handelaar. En de gele lijn is de detailhandelaar. Vrij vertaald noemen ze dat. De institutionele handelaar die handelt namens een groot bedrijf. Dat zijn echt de grootste spelers op de markt. Dan moet je denken aan pensioenfondsen bijvoorbeeld of banken. Die hebben een enorme portefeuille en daar zijn zij verantwoordelijk voor en daar handelen ze mee. De professionele handelaar, dat is iemand die handelt voor inkomsten. Die haalt daar zijn inkomsten uit, al dan niet met geld van derden. En dan heb je de zogenoemde detailhandelaar, dat zijn handelaars. Die handelen met hun eigen geld, maar niet hun inkomsten eruit halen. En dan heb je een hele belangrijke indicatie, dat is de nullijn. Even mezelf uit de weg schuiven, dan kan ik dit wat verduidelijken. Dan heb je de nullijn, dat is die stippellijn hieronder. En de theorie zegt, op het moment dat de lijn boven de nullijn is, dan is het commitment long. En is de lijn onder de nullijn, dan is het commitment short. Nou, dan kun je zien dat gedurende de looptijd op dit scherm dat de institutionele belegger regelmatig short commitment had. En op hetzelfde moment de professionele belegger had een long commitment. En zoals je ziet, eigenlijk de detailhandelaren, zoals ze die dan noemen, die hadden een commitment bijna continu altijd long. En zo zie je maar dat veel mensen die niet professioneel handelen eigenlijk altijd wel een beetje een bullish bias hebben. Dat maak ik hier uit op. Terwijl de hele markt naar beneden gaat, blijven ze geloven van de prijs gaat nu weer stijgen. Hè, er zitten heel weinig stukjes short bij van die gele lijn. Nou, hoe kun je hier nou iets uithalen? Allereerst, als we kijken naar het laatste gedeelte, dan zie je dat op dit moment alle drie de lijnen, zowel institutioneel, professioneel als de detailhandelaar, dat die boven de nullijn zit. En dat is best een krachtig signaal dat het hele marktsentiment gewoon long is. Nou, doe je dat in combinatie met de huidige prijs van Bitcoin, dat is de grafiek waar we nu naar kijken, en dan zien we dat groene gebied en dat is een vrij sterk supportgebied. Dat gebied is meerdere malen getest en blijft continu dat intact. In combinatie met het commitment van al deze drie type traders zou je kunnen stellen van nou, dit is echt stevig en we gaan binnenkort toch weer de hogere kant op. We gaan hogere levels zoeken. Dat is één. Een andere indicatie die je uit deze grafiek kunt halen of deze indicator kunt halen is het divergeren van de lijnen. Wat is divergeren? Betekent uiteenlopen. Het divergeren van de lijnen. Dat kan een signaal zijn van een toenemend of afnemend momentum.
Als de lijn bijvoorbeeld divergeert ten opzichte van de prijsactie, dus hier gaat bijvoorbeeld een lijn omhoog terwijl de prijsactie naar beneden gaat, dan zou dat kunnen duiden op een toenemend of afnemend momentum. En eigenlijk kijken we hiervoor vooral naar de institutionele beleggers, omdat dat gewoon de grootste spelers op de markt zijn. Dus dat is eigenlijk die blauwe lijn. Dus dan ga je op zoek naar punten waarbij de prijsactie eigenlijk neerwaarts is, terwijl de blauwe lijn omhoog gaat. Nou, hoe moet je dat nou uitlezen? Dan kijken we even naar de markt. Dan zie je hier in de prijsactie dat er nieuwe highs ontstaan, terwijl de blauwe lijn, de institutionele beleggers, naar beneden omgaan. Gaat. Hè? Dus die divergeren van elkaar. Deze gaat naar boven en die gaat naar beneden. Dat zou dus kunnen duiden dat op dat moment de institutionele beleggers hun winsten pakken. Hè? Dus hier heb je zo'n bijvoorbeeld zo'n momentje. En even kijken, dan had ik hier volgens mij nog eentje. Even lastig te vinden soms hoor, als je het nodig hebt. Ja, hier zo. Hier is de markt, heeft een level lager gezocht. Hier maakt de markt weer kleine nieuwe highs. Dus hier gaat hij weer een klein beetje omhoog. En terwijl die hier nieuwe highs maakt, gaat deze blauwe lijn van de institutionele handelaren gaat naar beneden. Dus dat divergeert ook weer bij elkaar. Dus dat duidt op dat het de institutionele handelaren hun winsten pakken. En als zij dat doen, gaat de prijs weer een stukje omlaag. En zij zijn groot genoeg om candles als dit te veroorzaken. Dat de prijs weer even een nieuwe level laag zoekt. Dus dat is één van de interpretaties die je kunt nemen. Hè. Buiten de allereerste die ik al noemde, dat het commitment voor alle drie de beleggers op dit moment gewoon bullish is. Voor long gaan is. Kun je ook de... het divergeren van de blauwe lijn ten opzichte van de prijsactie kun je nemen als signaal. Daarnaast kun je kijken naar de wisselwerking tussen die lijnen. Neem als voorbeeld de blauwe lijn en de gele lijn. De institutionele handelaren en de detailhandelaren. Dus als die lijnen elkaar doorkruisen, kan dat een waarschuwingssignaal zijn van een koerswisseling. Dat kun je dus heel duidelijk zien ten opzichte van deze groene candle. Ik zal hem even terugspoelen, de grafiek. Dan zie je deze groene candle. Dus je kunt je voorstellen dat je eigenlijk niks ziet. Maar op dit moment duikt de blauwe lijn door de gele lijn heen. En dat kan dus een waarschuwingssignaal zijn, wat het in dit geval ook is. Van een koerswijziging. Nou, je ziet wat er gebeurd is. De markt stort eigenlijk helemaal in daarna. Dus die drie zaken kun je uit deze indicator halen. En dat maakt het gewoon tot een hele mooie indicator om er, om er regelmatig eventjes bij te pakken. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Mocht je vragen hebben, laat het me even weten. Ik ben altijd te bereiken op fabian@tradingdutch.com of het WhatsApp-icoontje op de website tradingdutch.com. Succes!